Maakt een vierkante camera ook vierkante foto's? Let's find out. Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Camera Express Unboxing. Vandaag gaan we lekker nostalgisch doen met de Fujifilm Instax Square SQ6. Waar wachten we nog op? De doos is open. Laten we gauw gaan kijken wat er allemaal in de doos te vinden was. Om te beginnen natuurlijk een hele dikke handleiding. Twee batterijen krijg je bij de camera geleverd. Hartstikke fijn, want dan kun je gelijk lekker aan de slag. Daarnaast een schouderriem. Nou, prettig. Kun je hem lekker over je schouder gooien. Makkelijk. En drie verschillende flitserfilters. Een groene, een rode en een oranje. En die kun je dus over de flitser heen zetten voor ja, speciale effecten. Nou, als laatste natuurlijk... Niet onbelangrijk, de camera zelf. Eerste indruk. Ik moet echt even heel eerlijk zijn. Toen ik hem net uit de doos haalde, ik had hem nog niet in het echt gezien. En ik vind hem echt heel erg cool. Ik had zelf een beetje het idee, het is een soort van Instagram logo of zo. Het lijkt echt een beetje op dat logo van Instagram. En die heb je dan nu driedimensionaal zo in je eigen handen. En hij maakt nog foto's ook. Hoe toepasselijk. En wat gelijk opvalt is dat de camera natuurlijk vierkant is. En dat zegt de naam zelf ook al. Instax Square. Square staat natuurlijk voor vierkant. En dan rijst bij mij gelijk de vraag, maakt de camera ook vierkante foto's? Nou, dat gaan we gewoon gelijk uitproberen, want ik ben hartstikke benieuwd. We gaan de batterij erin stoppen. We hebben speciale film nodig. Dit is de speciale Instax Square film. Die gaan we erin stoppen. En dan gaan we gelijk kijken of de camera vierkante foto's maakt. Let's find out. Oké, alles zit erin. Batterijen zitten erin, de film zit erin, we zijn er klaar voor. Laten we gewoon een selfie maken, want er zit ook een speciale selfie spiegel op de camera. Hier, precies naast de lens. Dit is toch een vet ding jongens, hé. Moet je nou kijken man. Jeetje jongens, dit is toch... Oké, er staat alleen niks op. Dit is een testshot denk ik. Oké, poging 2. Cheese! Hé, hey, volgens mij dit is hem hoor. Is toch vet jongens dit. Even wapperen. Dat is wat zie ik altijd iedereen doen. Hoe lang duurt het zo ongeveer? Ik heb dit echt nog nooit gedaan dit. Een minuutje. Kan ik hem ook gewoon neerleggen? Oké, ik kan hem gewoon laten liggen. Oh jeetje jongens. Zo, dit is kick. Dit gaat heel langzaam hè. Kijk nou joh. Wat cool dit. Zo, dit zou je eigenlijk moeten zien man. Dit zou je eigenlijk moeten zien dit. Oké, Nick kom. Even met z'n tweeën man. Cheese. Ja ja. Deze komt aan de muur. Nou, daar hebben we ons antwoord. Vierkante foto's. Nou, de SQ6 is dus een instant camera. Misschien zegt het woord Polaroid camera je wel iets. Het mooie van die camera's is dus dat je je foto's niet op een schermpje bewondert, maar dat de camera ze direct voor je uitprint. Je hebt ze dus gelijk in je handen. Dat is hartstikke leuk. Op de camera zit een 32 mm lens. Nou, dat is een bescheiden groothoeklens. Dus je kunt er best wel leuke selfies mee maken bijvoorbeeld. De foto's zijn vierkant. Dat hebben we net laten zien. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want hier staat een Instax Mini 8. Een normale Instax camera. En die foto's zijn qua afmeting echt anders dan die van de SQ6. Deze camera hebben we geleend van onze collega Roos. Roos, je bent er hè? Ja. Zullen we hem anders even samen uitproberen? Helemaal goed. Oké, kom even erbij. Zit je klaar? Yes. Supergoed. Nou, dit is dus het grote verschil. En het unieke dus van die SQ6. Dit is de SQ6 foto, helemaal vierkant. En dit is dus de normale Instax foto van Roos die we net gemaakt hebben. Nou, het verschil is duidelijk natuurlijk. Ook een leuke bijkomstigheid is dat je dus drie verschillende flitser opzetstukjes krijgt. Die kun je over de ingebouwde flitser heen zetten. Zoals bij deze groene bijvoorbeeld. En als je dan een foto maakt, dan krijg je dus leuke kleureffecten over je foto heen. Nou, daarnaast komt de camera ook met een aantal andere leuke effecten. Die zijn weergegeven op de achterkant van de camera. En door middel van de knop mode kun je schakelen tussen die verschillende effecten. Zo heeft de camera een macro modus. Een landschapmodus. De camera heeft ook een dubbel exposure modus.
Nou, dat is natuurlijk best wel leuk, want dat is een effect wat je veel ziet. Een populair effect deze dagen. Leuk dat het erop zit. Daarnaast heeft de camera een lichte en een donkere modus. Afhankelijk van de omstandigheden waar je op dat moment in aan het fotograferen bent. Nou, dan zijn we wel aangekomen bij een korte conclusie. Vierkante camera's zijn hartstikke cool. Dat wil ik nu wel gewoon even vaststellen. Wil je nou nog meer informatie over de SQ6? Klik dan even op de link die nu in beeld verschijnt. Of surf gewoon even naar cameraexpress.nl. Is een Polaroid camera wat voor jou? Laat dat even weten in de comments. Wil je nog meer video's zien zoals deze of andere video's? Abonneer dan even op ons kanaal. En dan rest mij nog te zeggen, bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie je in de volgende Camera Express Unboxing.